Mijn naam is Jeroen Zijlstra en ik heb het volgende voorwerp aan te dragen voor de virtuele vitrine. En dat is mijn oude trompet, de Vincent Bach Stradivarius, zoals die officieel getiteld is. Deze trompet die heb ik aangeschaft tweedehands op het conservatorium. Ik kwam met een spiksplinternieuwe trompet op het conservatorium aan en de desbetreffende leraar Klaas Kost die zei van doe die nieuwe trompet maar weg en koop de tweedehands trompet van een leerling van me, dan die is een stuk beter. Op het moment dat ik een klein beetje kon spelen, wist ik dat Klaas Kost ontzettend gelijk had, want het is een prachtig instrument qua klank en qua hoe je voelt zeg maar, als je als trompetist op dit instrument mag beginnen. Dan ben je meteen eigenlijk thuis. Met deze trompet heb ik nog wel eens in een Latin band gezeten. En dan ben ik toch bijna mijn voortanden kwijtgeraakt. Want Latin is altijd midden in de nacht om vanaf 1:30 s'nachts beginnen tot 6:00 s'morgens. Dus je was een beetje verdoofd van alle sets, de muziek, het dansen en de prachtige vrouwen en de drank. Dus op een gegeven moment zet ik die trompet aan mijn mond. En ik wist niet meer dat er een rand achter mijn hoofd zat waar ik toen die trompet aanzet. Ik zet hem aan, ik stoot mijn hoofd en boem! Staat de trompet echt recht op mijn voortanden. Ik voelde iets kraken. Het is goed afgelopen, maar zo is de band met mijn Vincent Bach Stradivarius nog veel hechter geworden, maar dan wel letterlijk. Jammer genoeg is hij zo versleten dat ik er niet echt meer op kan spelen. Ik heb ondertussen een andere trompet. Maar natuurlijk, als ik ga verhuizen, gaat deze trompet altijd met mij mee. Dus vanwege de zeer intieme band die ik met dit prachtige oude instrument heb, wil ik hem heel graag voordragen aan de virtuele vitrine. Zo, het is een tijd geleden. Zo, terug in je hok. Hop.